Een oefenduel voor FC Utrecht, thuis tegen KV Mechelen. Met in de basis onder andere deze Quinten Timber. Utrecht, het schiet uit de startblokken, want amper 2 minuten onderweg is dit Moussa Silla, de Fransman met een voorzet. Bal belandt in ieder geval in de goal. En het blijkt een eigen doelpunt te zijn van Lucas Bijker, voormalig verdediger van onder meer Heerenveen en sportclub Cambuur. Mimoun Mahi, aandachtig toeschouwer, ziet Maher, Warmerdam en Jansen wat rondtikken. Jansen dan met een heerlijke paas naar Ramselaar, zomaar 1-1. En als Toele de goalie van Mechelen in de fout gaat, dan profiteert Ramselaar daar maximaal van. Ja, mooi die slijding van Ibe Swers. Probeert de bal nog te blokken. Datzelfde geldt voor Toele. Mist de bal ook volledig. Ramselaar in een leeg goal. En dan staat het dus 2-0 voor Utrecht. Oh, Bas van den Einde met een moeizame bal. Utrecht in de omschakeling met Silla. Ter Avest komt er overheen. Strakke voorzet naar Dalmau. En dit is toch een omschakeling uit het boekje. Heerlijk gelopen ook van Dalmau. En Utrecht op een 3-0 voorsprong. Wat kan KV Mechelen dan? De nummer 8 van vorig seizoen in België, de Pro League. Nou, dat komt op een 3-1. Maakt de stand allemaal wat draaglijker. Ruim een half uur gespeeld. Doelpuntenmaker is Joffrey Hermans. Boussaïd, Ramselaar, die heeft weer een heerlijk paasje in huis naar Dalmau. Dan staat het 4-1. Een heerlijke eerste helft op sportcomplex Zoudenboog. Dan de tweede helft met een geheel nieuw FC Utrecht. Bijzonder veel wissels. Een van de nieuwe mannen is Doefikas die schiet. En deze balk die de rebound dan binnen mag tikken. Ja, Doefikas, een van de nieuwkomers. Nog maar een weekje in Nederland, maar vandaag dus gelijk spelen. Frommel goal dan van Balk. Maar ze zullen er beide niet minder blij om zijn. Buitenkantje voet Davy van den Berg. En Doefikas, metertje of 20. Gretig is hij in elk geval. Bij veel aanvallen betrokken. Kerk met erg veel tijd. Nog veel meer ruimte en een goed schot. Moet gezegd worden, van verdedigende druk geen sprake. Een schot met zo'n heerlijke stuit. Moeilijk voor keeper Toele. Dan zet Kerk met de 6-1. Corner dan. Davy van den Berg gaat hem nemen. En die bal wordt, dat is op zich knap te noemen, met de hak in eigen goal gewerkt. Ja, het doelpunt komt op naam van Hugo Kuipers. Tweede eigen doelpunt van deze wedstrijd. En Utrecht dus op 7-1. Maar er komt nog wel een goal voor de Belgen. Want Tijmenaius is zijn goal wel erg ver uit. En de man van het eigen doelpunt, Hugo Kuipers, ditmaal in het juiste doel. Stand 7-2. 1-2'tje, Kerk en Van Overheem. Nogmaals Kerk, ditmaal 1-2'tje met Gustafsson. Kerk, veel ruimte, een schot met links op de paal. Maar dat was het wel wat betreft dit eerste oefenduel in de voorbereiding. Meer tegengoals blijven deze Yannick Toele bespaard. En Utrecht wint dus overtuigend met 7-2. Bij het debuut voor de nieuwkomers Quinten Timber, Arthur Zagre en Anastasios Doefikas. De jongens zijn natuurlijk nog maar een paar dagen hier en we weten ook dat, dat we de jongens goed in de gaten moeten houden. En we weten natuurlijk nog niet exact hoe zij op alle inspanning reageren. Dus vandaag de eerste keer hebben we het wat rustiger aan gedaan qua totale minuten met ze. Ze hebben zelf niet rustig aan gedaan, dus dat is prima. I think I play like this in every game to give 100%. It's my style of playing. So I'm very happy for the result. I'm very happy for my performance and all the team. All the team helped me and it's very good. Officieel debuut, ja. Ik ben er blij mee. Mooie dag. Mooie dag. Was er toch nog een beetje een soort van spanning aanwezig? Ja, gezonde spanning is er altijd. Maar op zich, ik moet zeggen, ik was best wel rustig en ik had er vooral zin in. Dat was het vooral. All the guys too kind, my teammates, all the staff, they helped me to get in the things here, you know. It's very good for me, this thing, because helping me in other country, you know, it's my first time, so it's very good, it's very kind. Het is vooral gewoon belangrijk dat we dit gaan nakijken, gaan bespreken en kijken wat beter moet en wat al goed ging en zo doorpakken en dan moeten we goed beginnen aan de competitie. En je kijkt vaak van naar veldbezetting, hoe spelers ten opzichte van elkaar bewegen. En uiteindelijk
is het dan, als dat goed gaat, dan is het ook logisch dat er gevaar uitkomt. En ja, dan is het eigenlijk ook alleen de vraag van of die erin gaat of niet. Yeah. We have very good performance. All the guys work a lot. They help each other, so that's why we won the game. Maar uiteindelijk is het de eerste wedstrijd en ja, de conclusies hoef je daar verder helemaal niet aan te verbinden. Al lang blij dat we zoveel goals gemaakt hebben, want wat ik zeg, je speelt tegen een volwaardige club en als je dan al zo vaak weet te scoren, dan is dat prima.